Ja, Overwetering wint vandaag hele belangrijke punten tegen de nummer laatst Lukter en Temergo. Trainer Sander Pol, ja, het enige wat ik vandaag kan zeggen, jullie treden met alles. Alleen, jullie hebben jezelf het te lastig gemaakt om het niet eerder af te maken. Dat is misschien het enige verwijt waar je ploeg kan verwijten op zich. Ja, maar aan de andere kant, als ik hier zo bij jou sta, ben ik daar ook wel weer blij om. Dat we het daarover hebben. Na vorige week, de ATC waarin we kansloos 4-0 verloren. En we nou ja, goed, de neuzen dezelfde kant op hebben gezet. Ben ik enorm blij met het vertoonde spel vandaag. En bij de gecreëerde kansen die we hebben gehad. En dan klopt het. En dat wil je ook naartoe natuurlijk. Dat we natuurlijk meer moeten scoren. En onszelf moeten belonen en het eerder af moeten maken. Ja, want dat gebeurt er niet. Misschien is dat ook wel inherent aan dit seizoen. Inderdaad, dat het soms net niet lukt om kansen af te maken. Daarom sta je misschien ook niet hoger op de ranglijst. Maar goed, je maakt het vandaag wel af. Daar verdient de ploeg alleen maar een compliment mee. En zeker als je ziet dat jongens als Oscar en Nick de Veer in dit geval gewoon een hele goede wedstrijd speelt. Volgens mij was het ook de eerste goal van dit seizoen van Oscar. Dus dat is ook weer lekker. Ja, dan is je als training toch wel lekker langs de kant, denk ik. Ja, kijk, Oscar die heeft een wat lastige periode momenteel. En dat is natuurlijk logisch als je vanuit onder 19 naar het eerste elftal komt en het goed eerste seizoen meemaakt. En naar vandaag, of naar dit seizoen wat het wat stroever gaat, is het enorm tof dat hij die bal echt, maar dan ook echt prima binnenschiet. Ja, want dan ben je vandaag, vond ik, uit naar Barbaros. Hebben jullie hier een stuntje tegen gespeeld? Dat betreft kan me zomaar weer een mooie middag worden, maar een hele andere wedstrijd. Ja, nee, goed. Dat gaat ook geen wedstrijd worden zoals dat hier was. Barbaros is gewoon een heel goed individueel team. Met hele goede spelers. En daarin zullen wij top moeten zijn om daar resultaten te halen. Als je kijkt naar de uitslagen vandaag, dan zijn die met Vogido Vlies geloof ik, dus redelijk gunstig. Dus wij gaan er alles natuurlijk aan doen om het Barbaros zo moeilijk mogelijk te maken. En dat dat moeilijk wordt, ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar eerst even genieten van deze overwinning, want daar hebben jullie hard voor geknokt. Al weken zoeken jullie naar en die gebeurt er, dus dat is wel lekker. Succesvol mooi. Ja, dankjewel. We gaan zeker eventjes zo meteen met elkaar aan de tafel genieten van een lekker biertje.